De verste, die moet altijd als eerste, hè? Nou, Edwin Gorten, dat gaat over een laaie dakje. De ene groep naar de andere. Van Goes, Terneuzen, ze komen overal vandaan. Ja, gisteren uit Axel. Ja, en vanuit heel Zeeland. Ja, en dadelijk denk ik ook uit Roosendaal. Want ik heb natuurlijk ook een hoop vrienden en kennissen in de buurt van Roosendaal zitten. Ja, maar vertel eens, Edwin Gorten. Kijk, nou zijn er heel veel mensen die heel veel verstand hebben van voetbal. En ik zat van de week op het terras. En ik zei, ik heb een afspraak met Edwin Gorter. En gelijk, ik hoorde allemaal verschillende voetbalclubs van Rode JC, NAC. Ja. En ze hadden allemaal gelijk. Je hebt gewoon echt overal gespeeld zo'n beetje. Ja, ik heb heel mijn leven met nummer 10 gespeeld. Ja. Ik heb 10 clubs gehad, ja, inderdaad. Ja, en gewoon... De meest uiteenlopende landen. Ik heb in Zwitserland gespeeld, ik heb in Frankrijk gespeeld, ik heb in Amerika gespeeld. Je hebt gewoon echt wel een mooie voetbalcarrière achter de rug. Ja, ik heb een mooie carrière gehad. En als middenvelder heb je er ook nog behoorlijk wat ingeprikt, zag ik. Ja, nou, dat stond ik een klein beetje onbekend. Ik stond natuurlijk om mijn traptechniek bekend en mijn techniek. Dan is het natuurlijk vervolgens een redelijk bijzonder verhaal dat jij hier in Middelburg op de Zeeuwse Golfclub, zo heet je eigenlijk, hè? De Zeeuwse. Wij noemen hem voetgolfbaan Middelburg. Ja, precies. Die heeft zijn eigen naam al. Ja. Maar het is wel op het terrein van de Zeeuwse. Ja. Ja. Maar hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, de eigenaar van deze golfclub, dat is een goede vriend van mij. Oké. Okay. En die heeft 3 banen, dus die heeft Dongen, Roosendaal en Middelburg. En die heeft mij, ik denk een maand of 3 geleden gevraagd van joh, er is een voetgolfwedstrijd in Dongen. Jij als oud prof, jij gaat dat leuk vinden, etcetera. Dan ben ik geweest kijken. En ja, het bloed kruipt waar het niet aan kan. Het is toch, ja. Ik golf zelf ook, maar dit vind ik veel leuker. Ja, het is echt een combinatie van de twee, hè, van de twee sporten. Het is een combinatie en het lijkt... Kijk, en daar loop ik natuurlijk elke dag tegenaan op dit moment. Of 3 dagen in de week. Iedereen denkt dat dit natuurlijk heel makkelijk is. Maar ik zie het dan met het eerste schot. Oh, de jongens hebben hem. Toppie! Waar ik heel mijn leven al tegenaan loop, is ik heb misschien 500 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. En als ik iemand tegenkom, ze hebben allemaal gevoetbald. Ja, en ze waren allemaal goed. Maar ik was heel slecht. Ik heb wel gevoetbald, maar... Nee, maar in het algemeen. Oh, zo bedoel je. In het algemeen, dat is echt, hè. Maar, en dan zeg ik, ja, dus waar heb je dan gespeeld? Ja, in tweede van Rood-Wit. Ja. Vierde klas, ja, nou, dus top. Als je daar veel plezier aan hebt, daar gaat het helemaal niet om. Maar dat is wel altijd waar ik een beetje tegenaan. Ja, en nu is het andersom. Want hier kunnen ze het nu laten zien. Van, heb je gevoetbald? Nou, begin maar eerst wel in het water. Verleden week 32 man, 28 in het water. En als ik dan zeg, ik zou hem daar naartoe schoppen. Zeg, nee joh, maar dat is ook het leuke van voetbal. Iedereen denkt dat hij kan voetballen. Ja, precies. Dus maar, maar ze weten natuurlijk ook wel, de meesten weten toch ook wel wie jij bent, denk ik. Ik hoor sommigen vragen het, maar ze kennen je zoon de ook. De een wel, de andere, de jeugd natuurlijk niet meer. Nou, maar die kennen dan weer wel je zoon, hè? Die tweede groep. Ja, die kennen Donnie natuurlijk, dus dat is ook een voordeel. Dus als ze mij niet kennen, dan gooi ik Don er altijd in. Ja. Dan zeggen ze, oh, Donnie van AZ en NAC en dat is... Maar Edwin, jij doet dit gewoon met plezier en het is... Maar je bent hier 3 dagen in de week, dus in de weekenden? We hebben hier 2 golfbanen natuurlijk. Ja. We hebben natuurlijk heel veel leden. En die mogen er niet te veel last van hebben. Want, nee, ook logisch. Dat is. En dan hebben we op vrijdagmiddag vanaf 3 uur gaat de par 3 baan, wordt voetgolf. Zaterdagmiddag om 3 uur wordt voetgolf en zondagmiddag. Het kost €14,50 voor 9 holes. En €17,50 voor 18 holes. Nou, dus ik zeg altijd tegen iedereen, doe nou 18 holes. Ja. Die €3 verschil. Ja. Je kunt ook een bedrijf uit Middenburg die zegt van joh, op vrijdagmiddag we kappen ermee. We plannen hem in over 20 weken en ze komen hier met 30, 40 man en we doen een arrangement. Precies, ja. En we doen een barbecue erbij en we lopen over de baan en Ed loopt ertussen en die zegt van jongens, probeer hem een keer zo. Dat is allemaal mogelijk. Nou, hartstikke leuk man. En, dus voorlopig ben jij hier en is iedereen van harte welkom. Absoluut. Dankjewel voor je tijd en ik wens je nog een mooie middag met het. Ja, het is toch een zeer gevarieerd gezelschap. Ja, ik mis alleen de dames vandaag, want er zijn nog niet veel dames. Ik kan je nog wel 1 leuke anekdote vertellen. 2 weken geleden 2 koppeltjes, de jongen voetbalde en zijn vriendin die was niet heel sportief. En die schrok de eerste bal hier met de punt en ze komen naar 9 holes van de baan af en ze had gewonnen. Heerlijk. Dus ja, die,
die wrijven jullie dan wel in natuurlijk. Heerlijk. Ja. Hey, dankjewel. Fijne middag nog. Graag gedaan.